6:30 vanmorgen. Jonathan Lejar boort zich een weg tussen de pompen van het tankstation. Zonder te remmen knalt hij met zijn Porsche de winkel binnen. Op dat moment zijn zo'n 20 mensen iets aan het eten. Iedereen schrikt en duikt weg. Een man staat aan de kassa en wordt aangereden. Ik zag de auto binnenkomen, dan eerst de Red Bull stand. Zag ik al die blikjes op mij komen en dan de auto tegen mij. Dan heb ik net op het einde kunnen wegspringen. Dan zat tussen de toonbank en de auto helemaal gekneld. Ik heb schaafwond en dan genaaid en dan mijn enkel verstuik of ja, zwaar verstuik, denk ik. De schade loopt op tot €250.000. 1200 blikjes drank liggen op de grond. Kasten en ijskasten zijn kapot en ook het betalingssysteem werkt niet meer. Dus die komt aan en blijkbaar ja, heeft hij wat te veel gas gegeven. Wou die remmen, want we zien een remspoor op de camera. En ja, heeft hij niet op tijd gedaan en is hij door de hele shop gegaan en die van ravage aangericht. De ex-rode duivel doet alsof er niks aan de hand is en hij loopt weg met zijn passagier. Even later komt hij terug om zijn spullen op te halen. Lejar is stomdronken. Jeffrey en zijn vriend Jurgen hebben hem de hele avond in een discotheek in Tongeren gezien. Ze stonden maar al een paar meter van ons. Hebben ze ja, de hele avond alcohol gedronken. En ja, toen hij achter het stuur uitkwam, wisten we dadelijk dat hij gedronken had. Want hey, we hebben het gewoon gezien. Dus, ja. Na de crash horen ze Lejar en zijn passagier er gewoon mee lachen. De passagier kwam binnen en die zei van, aha, we willen een drive-thru doen. En ja, gewoon ja, echt ermee aan het lachen. Terwijl hij op de grond lag en gewond was. En daar heeft niemand achter gevraagd. Het is niet de eerste keer dat Jonathan Lejar een ongeval veroorzaakt. In mei 2009 knalde hij tegen een huis in Londerzeel. Hij kreeg toen een werkstraf en een maand rijverbod. Ook nu is zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Na een dagje in de cel zitten, mag hij rond 5:30 het politiekantoor verlaten. Terwijl de Tongerse agenten een toneeltje uitvoeren, verdwijnt Lejar via de achteruitgang.